Max van MaxFit, Fatloss Expert hier en welkom bij Fatloss TV nummer 1. In deze serie gaan we telkens iemand interviewen en dat kan een cliënt van hier zijn, dat kan een trainer van hier zijn. Maar dat is een onderwerp iets waar mensen tegenaan lopen op het gebied van Fatloss en van de lichaamstransformatie. Wij willen jullie laten ervaren hoe het mensen is gelukt om in een korte periode een succesvolle lichaamstransformatie neer te zetten. En waar we met Jonathan met name tijd aan hebben besteed is hoe hebben wij zijn succesvolle lichaamstransformatie in een week of 12 kunnen neerzetten. Terwijl Jonathan enorm druk is als ondernemer, weinig vrije tijd heeft en een erg lange reis heeft dat hier naar zijn training toe van een uur heen. En een uur terug, 3 keer per week, plus dat een uur klopt. Trainen. Dus welkom Jonathan. Dankjewel. Dus ik zou zeggen, goedemorgen. Dus vertel eens iets over jezelf. Wie ben je, wat doe je? Ik ben een verhuizer. Ik heb een verhuisbedrijf, druk bestaan, 's ochtends vroeg opstaan. Vaak ook al tot laat doorwerken. En daarnaast ook vader van 2 dochters. En vind ik ook wel heel lastig om de tijd te vinden om te trainen. En voor mij was het een enorme uitdaging om eigenlijk dit traject niet alleen in te gaan, maar ook succesvol te voltooien. En mede dankzij jou is dat gelukt. Kijk, want wat was precies je doel toen je gewoon, wat wilde je graag bereiken? Nou, in eerste instantie mijn leeftijd. Ik hik tegen de 50 aan. Ik kom uit 1971. Ik ben 48 jaar oud. En voordat ik hier aan begon, had mijn jongste dochter een foto van me gemaakt. Afgelopen jaar in de zomer. En die zei, papa, je ziet er niet meer uit. En vervolgens dacht ik van, ja, ik moet er inderdaad wat aan gaan doen. En zodoende ben ik eigenlijk rond gaan zoeken. En ik had verrassend weinig resultaat op Google. Met uitzondering van jou eigenlijk. En zodoende ben ik eraan begonnen om gewoon in shape te komen. Ik was, zoals ze dat noemen, skinny fat. Dus ik ben redelijk mager, maar zoals ze dat noemen, man boobs, love handles. En daar wou ik vanaf. Ik wou gewoon in shape komen. Dus het was eigenlijk met name het punt dat je de dochter de foto van je maakte en je ermee confronteerde. Dat jij dacht, nu is het punt om er wat aan te gaan doen. Ja, vaak is het ook wel dus, moet iemand anders zeg maar het plaatje voor je neus schuiven om te beseffen van je hebt eigenlijk gelijk. En vanuit die optiek dacht ik van vanwege mijn bestaan, hè, dus met de onderneming, mijn gezin en vrienden, ik wist ook wel dus dat ik hulp nodig had. Ja. Ja. En jouw streven, want je zei, je was skinny fat, je had man boobs, je had een love handles, wat je zei. Hoe komt het dat jij tot dat punt bent gekomen? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het een opzadeling is van meerdere jaren waarin je dus niet goed let op je eten. Ik trainde wel en dan 2 of 3 keer in de week zelfstandig. Maar zonder begeleiding, ik wist niet zo goed eigenlijk als ik het goed deed of slecht deed. En op een gegeven moment kwam ik redelijk snel achter dat ik hulp nodig had met iemand die niet alleen me kon begeleiden op het gebied van hoe train je, maar ook met name voeding. En een combinatie van die twee facetten. Heeft me niet alleen bij jou gebracht, maar ook wel geholpen met het bereiken van de doelen die ik had. Want hoe lang liep je eigenlijk al tegenaan dat je niet tevreden was met jezelf? Nou, ik denk dat het 3-4 jaar is geweest. Toen ik 42 jaar oud was, zag ik er nog redelijk goed uit, redelijk fit uit. En vanaf mijn 42ste is het eigenlijk bergafwaarts gegaan. Dat heeft meer te maken met het feit dat ik ook al niet, ik lette niet op wat ik at. En ook het sporten, dat was maar iets doen. Ja. Want in principe heeft het dan toch best wel een aantal jaren geduurd voordat je de stap nam om er iets aan te gaan doen. Ja, klopt. En met name ook in Nederland vond ik het heel lastig om iemand te vinden die gespecialiseerd was in lichaamstransformaties. En in het buitenland, in Amerika, zie je dat heel veel. En ik dacht op een gegeven moment, misschien moet ik wel iets doen op afstand. Dus vanuit Amerika, dus iets volgen. Maar ik wist op een gegeven moment dat ik de discipline niet had om op afstand of iets online te gaan volgen.
waardoor ik zeg maar na het zien van de foto van mijn dochter dacht van ja, ik moet iemand lokaal hebben in Nederland. En dat viel ook wel tegen. Er zijn weinig mensen in mijn optiek die niet alleen professioneel, maar ook deskundig zijn voor lichaamstransformaties. En met name ook wel die mij op mijn leeftijd kon begeleiden met resultaat. Ik was er heel erg huiverig en sceptisch voor. Van ja, ik toch tegen de 50. Is het ook mogelijk om op mijn leeftijd, met mijn druk bestaan, om die doelstelling te bereiken? En ik ben heel blij dat ik de stap heb genomen, omdat het is mogelijk. Sterker nog, redelijk makkelijk en eenvoudig te behalen, mits je ook al dus... Wat maakt het voor jou makkelijk en eenvoudig? Want in principe wat je net nog zei is van, je zocht iets lokaals, iemand die je kon helpen. Als iets niet lokaal is, dan zijn wij het. Het is natuurlijk een uur rijden van jou heen, uur trainen, uur terug. Dus kost je 2 tot 3 keer in de week 3 uur van je tijd. Ja. En toch heb je dat dus heel makkelijk ervaren. Want je zegt zelf, tijd was best wel lastig. Het was best wel hartstikke druk. Eigen bedrijf, veel mannen dienst, veel klussen. Wat zorgde ervoor dat het dan toch makkelijk was? Voor mij was het dus op een gegeven moment het maken van een commitment met mezelf. En de commitment die ik ben aangegaan was redelijk rigoureus. Ik dacht dat het, in ieder geval ik begreep dat het verder ging dan alleen trainen in een sportschool. En dat ik ook begeleiding nodig had op het gebied van voedsel. Ik had er geen verstand van. En ik had er ook geen tijd voor om me te verdiepen in wat ik at op een dag, hoeveel calorieën dat betekende, wat de verhoudingen waren, et cetera, et cetera. En ik wou eigenlijk ook wel gedeeltelijk ontzorgd worden door een professional die dus op een gegeven moment aangeeft van je bent 48, dit zijn je doelstellingen en je moet je leven zus en zo inrichten om deze doelstellingen te bereiken. Kan je dat? Wil je dat? En ben je ook wel toe bereid om die commitment aan te gaan? En voor mij was het simpelweg gewoon het maken van een afspraak, ook om met jou. Waardoor we dus een dieet samen hebben doorlopen. En dan vervolgens een trainingsschema aanhouden op basis van mijn doelstellingen. En dat bleek dus succesvol te zijn. Je hebt het heel goed gemonitord. En wat ik heel prettig heb ervaren is ook wel het feit dat buiten de gym om... We hebben ook veel contact met elkaar gehad, waardoor je ook wel dus me geholpen hebt in het begeleiden. Heel veel vragen heb ik gesteld in het begin. Op alle vragen is een antwoord op gekomen. Maar als je teruggaat naar de vraag die je stelt, ik denk dat voor de meeste mensen ligt het aan een stukje commitment met jezelf. Je moet die commitment aangaan, je moet die knop omzetten. Mm-hmm. En dan leren plannen ook al met je eigen schema en je eigen bestaan om ervoor te zorgen dat je dus de doelstelling bereikt. Moet je zeggen, in principe kan iedereen het eigenlijk. Iedereen kan het. Het is net wat voor tijd je erin stopt. Iedereen kan het. En de hoeveelheid tijd wat je erin stopt is in mijn optiek relatief. Veel mensen denken op een gegeven moment dat je 5-6 keer per week naar de sportschool moet gaan. Om het doelstelling te bereiken. Maar je hebt me laten zien ook wel dus dat je ook dezelfde doelstellingen kan bereiken met in mijn geval de ene week 3 keer en de andere week 2 keer hier aanwezig zijn voor 50 minuten per keer. En ook wat aanpassen van mijn dieet. Ik zag redelijk snel, binnen 6 weken zag ik ook wel een aardige transformatie. En na 12 weken was ik voor mezelf heel erg onder de indruk. Op mijn leeftijd ook wel dan een sixpack, dat was voor mij wel een enorme prestatie. Ja. Want het houdt natuurlijk heel veel mensen, je zegt je moet tijd maken. Nou, toch is dat hetgeen wat veel mensen tegenhoudt. Ja. Jij hebt het gedaan, ondanks dat je van tevoren, misschien wel voordat je net de knop om had gezet, dacht van dit is inderdaad way too much. Dus 6 tot 9 uur per week van mijn tijd. Spendeer ik hieraan? Ja, hoe dan? Ja. Weet je wel? En uiteindelijk heb je het dus gedaan. Heb je er last van gehad dat je 6 tot 9 uur per week minder tijd had tijdens het traject? Ja, dat is een goede vraag. Het antwoord is heel moeilijk ook al te geven. Ja en nee. Ik denk dat voor mij kwam het neer op discipline. Met name ook
doordat ik gezonder ben gaan leven, dus door dieet, ben ik ook wel veel meer regelmaat gaan vinden in mijn dagelijkse leven. Waardoor ik dus de discipline kreeg om vervolgens te gaan plannen. Anderzijds dacht ik er ook zo over dat in het beginsel trainde ik 4 tot 5 keer per week in een sportschool. En ik zat 1,5 uur, soms zelfs 2 uur in een sportschool en ik zag geen resultaat. Sterker nog, mijn lichaam takelde af. Ik werd niet fitter. En ik dacht op een gegeven moment, als ik zoveel tijd al investeer en ik zie geen resultaat, je zou het ook wel anders kunnen zien. De tijd die ik nu investeer is wellicht meer dan wat ik vroeger deed, maar ik bereik nu wel resultaat. Dus het is heel relatief. Ik denk ook al voornamelijk ook al als je gezond leeft, bouw je daardoor ook wel regelmaat, waardoor je dus makkelijker kan plannen. Dus het is wel lastiger, maar tegelijkertijd ook wel makkelijker. Het is een beetje een aparte antwoord, maar... Ja, oké. Aan de ene kant, het kost natuurlijk tijd. Dat is een feit, want ja. Je bent al die weken bij onderweg. Of al die uren. Maar wat je ervoor terugkrijgt is een andere kijk naar de invulling van je dag. Je gaat anders met zaken om. Je structureert meer. Je hebt een betere planning. Ja. Er zijn natuurlijk allemaal dingen die terugkomen in het traject. Want het hele traject met voeding en training staat in kader van alles zo goed mogelijk plannen. Zodat het elke dag weer lukt. Een stukje training, nou, dat was voor jou in principe niet zozeer een obstakel, de 2 tot 3 keer in de week, want dat deed je al, dan maakte je al die tijd voor vrij. Ja. Reistijd zeg je net, een stukje discipline. Ja. Als je dan nog kijkt naar obstakel voeding, omdat veel mensen zeggen ook, ik ben hartstikke druk, ik heb ook weinig tijd voor mijn voeding. Hoe is dat je ervaren? Wat is daar jouw punt over? Ik denk dat voeding voor mij de grootste impact heeft gehad op mijn leven. Omdat ik nog nooit een dieet heb gevolgd. Ik heb altijd gewoon maar wat gedaan. Ik heb altijd groente gegeten en fruit gegeten. Maar nooit gedisciplineerd gekeken naar wat voor intake heb ik qua voeding. En ik vond dat een ding. Maar wat mij enorm geholpen heeft in het traject is het feit dat je hier in ieder geval dus bij jou de mogelijkheid had om maaltijden te bestellen. En in mijn optiek bijzonder betaalbaar. Ik weet niet als ik het bedrag mag noemen voor een maaltijd, maar het is €5 voor een maaltijd. En je bereidt het gewoon voor en ik neem het gewoon mee en dan heb ik het gewoon kant en klaar. Waardoor ik alsnog de moeite neem om voor de rest van mijn gezin te koken. Maar voor mij is het gewoon een kwestie van 4 minuten in de magnetron gooien en is mijn portie klaar. En dat betekent dat ik niet over na hoef te denken wat ik allemaal aan het maken ben en hoe ik het maak. Het is gewoon kant en klaar, er zit variatie in en dan weet ik ook wel dus dat ik de juiste hoeveelheden binnenkrijg. De andere maaltijden van de dag die ik moet innemen zijn ook wel redelijk helder en duidelijk. En behalve het doen van boodschappen heeft weinig impact op mijn leven. Dus wat dat betreft, het heeft een behoorlijke impact gehad. Ook wel in eerste instantie, omdat het is heel gestructureerd eten, heel gezond eten. Maar tegelijkertijd maak jij het ook wel makkelijk door hoe jij het opzet. En dat vond ik ook prettig, met name met mijn drukke bestaan. Want als iemand nu nog zou zeggen van, ik ben ook hartstikke druk en ik red het allemaal niet. Enig even aan het trainen, 2 keer een uurtje in de week moet iedereen vrij kunnen maken. De extreme reistijd, een stukje discipline zeg je. Ja. Voeding voor jou, de avondmaaltijden waren dan een uitkomst. Ja. Maar de rest moest nog steeds gebeuren. Wat zou je mensen nog mee willen geven als ze zeuren over, als zij het excuus gebruiken van ik heb weinig tijd, dus ik kan niet op mijn voeding letten. Wat zou je daar als hoofdtip voor die mensen meegeven? Ja, en in eerste instantie, ik zou heel goed in gesprek gaan met jou als expert op het gebied van fat loss of body transformation. Omdat er zijn legio mogelijkheden wat betreft je voeding. Ik denk voor iedereen het meest makkelijke oplossing zou zijn om maaltijden gewoon direct ook of vanuit MaxFit eigenlijk te gaan bestellen. Zodat je daar ook wederom ontzorgd wordt. Hè? Dus dan hoef je daar niet over na te denken. Je hoeft in ieder geval de boodschappen daar niet voor te doen. En tegelijkertijd, wat je zei, ook al de discipline van plannen. Al heeft een klant van jou een lange reistijd,
En je bent ondernemer, dan kan je zaken doen zoals bijvoorbeeld je belafspraken ook wel in de auto plegen onderweg hier naartoe. Dat doe ik. Ik doe dat 3 keer in de week. En hier vandaan ook weer terug naar de zaak. Ik moet sowieso bellen naar klanten. Dus als ik het op kantoor doe of ik doe het hier onderweg hier naartoe of onderweg terug. Het komt in principe op hetzelfde neer. Het is gewoon efficiënt omgaan met de tijd die je hebt. En in principe, als je het gewoon eigenlijk allemaal samenvat, is het meer van, als je dus hartstikke druk bent, je kan wel nog steeds alles willen, zelf koken, zelf dingen doen. Je moet gewoon keuzes maken, daar komt het op neer. Ja. Als je merkt dat koken too much een dingetje is, moet je een oplossing gaan verzinnen. En of accepteren dat het blijft zoals het is. Of als je wat anders wil, dan een oplossing zoeken. Kijk naar maaltijden, kijk naar wat we ook nog wel eens doen, sommige mensen. We steken het voedingsschema hartstikke makkelijk in. Weet je, met alleen maar dingen als een kwark, een boterham, dingen die binnen no time klaar zijn. Maar eigenlijk zeg je dus van, ben je druk en wil je het? Ga er misschien niet te veel in bochten wringen met alles zelf proberen. Dus wacht totdat het juiste moment is, maak er een commitment van. Grijp alles aan wat aangeboden wordt om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken. En dan, ik denk wederom dat er een verschil moet zijn ook al in je doelstellingen. Dus voor mij was het echt beduidend lichaamstransformatie. En dan had ik een hele specifieke doelstelling. Ik wilde dus naar een lage vetpercentage toe en een mooie lichaam, zoals je dat noemt als man. Maar dat hoeft niet te zeggen dus dat als je dat niet wil, dat sporten zinloos is. Want sporten is altijd zinvol. Alleen, je moet op een gegeven moment een goede balans houden tussen je doelstellingen en hoe je die doelstellingen bereikt. Wil je echt voor een lichaamstransformatie gaan, zoals jij daar expert in bent, dan raad ik iedereen aan om heel goed in eerste instantie een overleg te plegen. Eigenlijk te overleggen wat je doelstellingen zijn met een expert en hoe je ze het beste kan bereiken. En dan pas kan je een plan maken en een schema en een voedingsschema. Ja. En zodoende dan kom je een stapje dichterbij datgene wat je echt wil. En het is voor iedereen haalbaar, ongeacht als je... ik denk 20 is wel wat makkelijker dan 48. Ja. Maar ook als je 48 bent en je denkt, dit gaat niet meer lukken. Ik ben daar het bewijs van, het lukt prima. Ja. Misschien wel een goeie wat je net nog zei inderdaad, van dat je kijkt naar een stukje verwachtingsmanagement. Van, het is niet erg als je dit niet allemaal doet, maar dat is sowieso goed om te blijven sporten. Ja. Alleen dat je wel je doel verlegt. Dus dat je zegt, mijn doel is fit blijven, gezond blijven, onderhouden. Ja. En als je verandering wil, dat je dan ook echt de stap maakt naar verandering. Ja. En niet dat je verwacht dat met het kleine beetje wat je doet, wat eerst al voor onderhoud zorgde, dat kleine beetje hetzelfde in één keer zorgt voor een transformatie. Ik denk dat heel goed is inderdaad om even nog erbij te zeggen. Anders word je teleurgesteld. Hè? Ja. Dus als je niet realistisch bent met je... Kijk, als je denkt op een gegeven moment, ik wil een lichaamstransformatie zonder dat voedingsstukje erbij en je gaat 3 keer per week sporten, dan heb je hetzelfde als wat ik heb ervaren jaren daarvoor. Altijd trainen, maar geen verandering. Waar wij het ook wel over hadden, en dat is wel zeker ook wel iets om te benoemen. Wees niet bang dat mensen kritisch zijn, ook wel op wat je aan het doen bent. Omdat ik had veel kritiek in het begin, toen ik aan het afvallen was. Van, Jezus, je bent zwaar aan het afvallen. Ja. blijf bij jezelf. Luister heel goed naar de expert. En ga voor je doelstelling heen en laat niemand daardoor ertussen komen. Ja. En uiteindelijk dus, zie je dus dat mensen uiteindelijk wel heel erg positief gaan reageren op je resultaat. Top, Jochem. Lijkt me mooi om af te sluiten. Thanks voor je tijd. Thanks voor je verhaal. En we gaan op naar de volgende. Op naar de volgende.